Een hele goede middag, lieve stripvrienden. Een heel goed weekend ook allemaal. Onlangs heb ik een vlog geplaatst over het boek Un Vie en Design over Batem Mashipilami. En toen ik deze op mijn Instagram, de stripverzamelaar, had geplaatst, werd er een reactie geplaatst door Frans Comic Collector. Je noemde ook dat er een boek was over François Waltery, over zijn creatie Natasha. Zou je deze ook een keer willen laten zien? Nou, ik luister graag naar mijn kijkers, dus hierbij even een korte vlog over dat album. Ook dit album is een vrij dik album, zoals jullie zien. En dit album laat dan zien wat François Waltery in zijn carrière gemaakt heeft. Ja, wie is deze man? Nou, hij is, onlangs was hij jarig. Op 17 januari is hij uit mijn hoofd 76 jaar alweer geworden. En waar hij vooral voor bekend staat is de reeks Natasha. En op latere tijd, in 1993, maakte hij de strip Rubine. Maar wat veel mensen ook niet weten, is dat hij in 1963 voorgesteld werd bij Studio Peo. En Studio Peo is natuurlijk de studio die de Smurfen heeft gecreëerd. En hij heeft jarenlang samen met Peo ook die strip gemaakt. En hierbij wil ik dus ook eventjes het boek met jullie doorlopen. Nou, de cover en de sleeve zijn identiek aan elkaar. Maar ik zal eventjes wat mooie platen binnen dit boek aan jullie laten zien. Het is overigens ook Franstalig, zoals eigenlijk al deze albums zijn. Want zij worden niet in het Nederlands vertaald door Champaka in dit geval. Dus ja, als je ze wil hebben, ja, dan moet je ze in de Franse taal aanschaffen. Maar goed, dat is niet zo heel erg, want de meeste dingen zijn gewoon foto's, illustraties, tekeningen. En alleen daarvoor is het al leuk om zo'n album eigenlijk te hebben. Maar ik ga er dus even doorheen. Ja, dit soort albums, nogmaals, als je de taal wel machtig bent, kun je ook lezen hoe de historie allemaal heeft plaatsgevonden. En hoe deze man zijn carrière eigenlijk heeft doorlopen. En nog steeds doet. Onlangs is er overigens van de reeks Natasha, en dat is niet onlangs, maar toch alweer enige tijd, een integrale reeks verschenen. Zoals van heel veel stripreeksen worden er tegenwoordig integralen gemaakt. Heel mooi, ook met achtergronddossiers. En als je dus fan bent van Natasha, ja, koop deze, want deze zijn ze wel in het Nederlands verschenen. Toevallig las ik onlangs de Vroom Vroom Club van Suske en Wiske. Even een zijstraatje, maar daar verscheen Natasha ook, getekend door Gerben Volkema als hommage. Het is een heel dik boek, dus ik zal even wat laten zien wat hij allemaal gemaakt heeft. Zoals ik al zei, zijn er een aantal reeksen die bij heel veel bekend staan. Maar heel veel dingen weet men niet. Ik weet dat François Waltery ook een keer in Nederland was, waar ik toen ook bij aanwezig ben geweest. Dat was de stripdagen in Veldhoven. Ik heb hem helaas niet zelf kunnen spreken of van hem een tekening kunnen krijgen, want het was nogal druk bij zijn stand. Dus dat is jammer. Misschien krijg ik die kans nog een keertje. Maar het is absoluut qua stijl heel erg overeenkomstig met wat ik gewoon mooi vind. En dat is een beetje de Frans Franguin-stijl. Hij heeft ook op de school Marcinel gezeten. Hij is een Waalse man, dus Franstalig België. En daar komen gewoon heel veel goede tekenaars vandaan. En daarom vind ik dit soort boeken dan ook zo leuk. Het is veelal wel zwart-wit, dus ook wel wat kleur, hè, zoals je net voorbij zag komen. Dit is ook Steven Sterk, waar hij ook aan heeft gewerkt. Ook door Studio Peo. En ja, weet je, dit soort reeksen zijn heel erg leuk. Wat ik al zei, veel mooie informatie die er dan in wordt genoemd. En, mooie platen, veel van het origineel ook, wat dan weer heringescand is. Hier zie je ook Waltery samen met Peo staan. Ja, dus bij deze wilde ik eventjes het boek aan jullie laten zien. Enkele pagina's daar ook van. Zodat jullie hopelijk blij worden gemaakt om het boek ook aan te schaffen. Ik denk wel dat je even moet googlen op naam en kijken waar deze te verkrijgen is. Want dat weet ik niet zo even 1, 2, 3 meer uit mijn hoofd. Ik heb hem alweer enige tijd in mijn bezit namelijk. Maar kijk er even naar en je zult hem vast vinden. Hier zie je nog even wat mooie covers die voor het Robbedoes Weekblad in Frankrijk zijn verschenen. Met Natasha in de hoofdrol.
Natasja verscheen vanwege haar sexy uitstraling ook nog wel eens in parodieën. Stripspotters is bijvoorbeeld één zo'n parodie waarin zij verschijnt in iets wat minder onthullende kledij. Maar voor de rest is dit eigenlijk het mooiste. Hè? Je moet nog wat te raden hebben, denk ik dan bij mezelf. Maar goed, nogmaals, ik hoop dat jullie dit soort vlogs dus leuk vinden. Ik heb dit boek er even bijgepakt op vraag van een van mijn kijkers. Dus bij deze. Zijn er nog andere verzoeken of misschien wensen die jullie hebben? Laat het me dan ook gewoon weten in de comments. Want dan pak ik dit boek erbij als ik hem natuurlijk zelf heb. En dan laat ik jullie even zien wat het binnenwerk is. En als je mij dit soort vlogs leuk vindt, like het even. Subscribe dus. Want dat helpt mij ook weer om meer kijkers te genereren. Dus ja, bedankt voor het kijken van deze vlog. Uiteraard wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend. Nog even een kijktip. Jullie kunnen de podcast of de Retro Smash vlog en livestream terugkijken die vanochtend om 11 uur was met Koen Maas over Suske en Wiske. Tezamen met Michael Minnebo en Jacqueline Dost. Dat is een van mijn tips. Voor de rest nogmaals een heel fijn weekend. En ik zou zeggen op naar een volgende vlog.